In deze video bezoeken wij een verlaten boerderij en we zijn op zoek naar de ingang. Snel en geruisloos bewegen we, want er gaan verhalen rond over een boze overbuurman. Zullen we onopgemerkt binnenkomen en wat zullen we aantreffen? Hele goede dag mensen. Zoals je ziet sta ik nu ergens in een schuur, maar we zijn bij een verlaten boerderij. In de schuur zelf nog niet heel veel te zien, dus we gaan even kijken wat in de boerderij zelf te zien is. Dus kom mee. Wat een clean kleur. Om je haar nog te drogen. Verder kijken. Als zometeen naar de voorkant zometeen meer loopt, moet ik het licht wel uitdoen. Want vanuit de straatkant kan anders iedereen jou zien en daar hebben we geen behoefte aan. Dan hebben we natuurlijk niet de politie gebeld wordt of iets, hè. Oh, waar zit dan? Hier, dit is het huis waar we zijn. Dit is precies waar we zijn. Het staat te koop, je kan het bieden. Zijn we net geweest, de badkamer, de woonkamer, zie je dat? Dus daar gaan we zo kijken. Portemonnee, kruiden. Heb je gezien Pepijn? Huh? Deze folder hier, dat te koop staat, met bijgebouwen. Wat is te koop staat? Dit, hè, waar we nu zijn. Waar ben je? Hier nog. Oh, daar. Oh, dat is dit. Ja. Hier nog eentje. De koop voor 400.000 euro. Ja, ziek, hè. Grond op een vlak, bouwjaar, alles staat hier. Zo, laten we eens kijken naar de kastjes. Zo. Medicijnen of zo. Siroop. Bordjes nog, hè? Moet alleen de schuur nog. Ja, schuur gaan we nog even kijken. Hier heb je ook alweer zo'n beugel. Ja. Dit is de woonkamer. Wel verder aardig leeg gehaald, zo te zien. Hier ook nog. Bed. Oh, hier kunnen we een stukje naar boven. Oh. Zo, hier kan je niet zo staan. Zo. Laten we even boven kijken ook dan. Licht uit. Zien ze ons? Dat moeten we niet hebben. Oh. Wat is dit hier?
meubels. En een bed dan, kasten, hè? Ziet op zich nog wel tof uit, hoor. Even licht uit, omdat we weer naar voren lopen. Hier is ook nog een slaapkamer. Jesus is over hier. Ja, ik heb je net ook een stukje laten zien. Tenminste, ik moest wel blurren. Het staat dus nu blijkbaar ook te koop. Dus ik denk dat we daarom dit ook netjes maken, leeg maken. En buiten zagen ook al dat ze gesnoeid hebben en zo. Dus dit gaat waarschijnlijk snel verkocht worden. Dus is het nog urbex? Niet echt meer, wordt al verkocht. Dus ik denk dat we hier ook wel meeste gezien hebben en vandoor gaan. Want we willen naar echte verlaten locaties gaan. Niet dat dit geen verlaten locatie was. Wij dachten in eerste instantie van wel. Is het ook wel, maar het is al verkocht. Dus een beetje dubbel, hè? Maar kom, we gaan door. Daar zit zo'n beugel op de deur. En dan links. Oh ja, hier. Ze proberen goed dicht te maken, hè? Ja, maar hier zit er nog in. Oh ja, hier ook. Ja. Ja. Kiekeboe. Oh, dus dan kom je gewoon daar uit. Auto's. Auto's? Ja, daarachter. Er staat een auto. Ja. Achter dat zelf van jou staat een auto. Oh ja. Een Toyota. Ja. Zoals de EHBO-koffer opengetrokken. Ja. Wee, wee, wee. Open. Zit nog netjes ook van binnen, joh. Ja, ja? Ja. Ja. Ik snap dit dan alleen niet, hè? Hij heeft opgelopen, hè? Ja. Ja, dat krijg je ook heel gauw, hè? Dat moet dan gewoon overlast geweest zijn. Ik denk het haast wel. Het is wel super laag hier. Oei, oei. Werkruimte. Ja. Ik had niet verwacht dat het nog zo doorliep hier. Ik vind nee, zo'n klein schuurtje. Of deurtje bedoel ik.
Oeh. Ja, voor de dieren. Een voederbak. Ja. Zo. Dit hebben we ook dan wel gezien. We hebben volgens mij nu wel echt alles gehad, of niet? Ja. Ja. Mocht je genoten hebben van de video, laat het ons weten in de reacties en laat een like achter. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dat dan niet te doen. En volgende week zondag zijn we terug met een nieuwe video.